Maar het gaat wel ergens om vandaag. Matus Bero pakt dochter Lief op. Dochter Lief wordt vandaag 1. Van harte gefeliciteerd. En dat op de dag dat Vitesse ook jarig is. 131. Er zit maar 130 jaar tussen de club en dochter Bero. Belangrijke wedstrijd dus in de strijd tegen degradatie. De nummer 14 inmiddels. Vitesse, plekje gezakt na de overwinning van Volendam gisteren. Isimat heeft de hele familie meegenomen. Zo zie je die ontspannenheid bij de spelers van Vitesse. Terwijl de belangen dus heel groot zijn. Cocu, het scherpe in de goal. Daar geen verrassing, ook achterin niet. Arcus, Flamingo, Isimat en Bitek op het middenveld. Meulensteen al een aantal weken. Bero, de aanvoerder dus. En Van Ginkel en voorin met Manhoef. Piawek, geen Sanko en Kozłowski de aanvallers. Manhoef natuurlijk de topscorer van Vitesse met 6 goals. Bangura, een van de spelers waarvan wordt verwacht dat hij weggaat. Heeft ook aangegeven een stap hogerop te willen gaan maken. Niet mee te willen gaan naar de keukenkampioen-divisie. Hij kan zich vandaag in de kijker gaan spelen. Net als Mees Hoedemakers, maar die heeft al een nieuwe club. Hier de brug over in Nijmegen bij NEC. Verder zien we achterin dat Van Wermerskerken mag spelen ondanks een aflopend contract. Dan zien we Jacobs niet op het middenveld. Wel Van Kaam, Hoedemakers en voor die schuift de linie naar achteren. Balk staat vandaag in de basis, de huurling van FC Utrecht. Geen Mahi. Terug van ziekte. Breij is er volgend jaar nog bij in Leeuwarden. Staat wel in de basis, net als de spits. Uldrikis. Johnson. Halverwege het seizoen kwam, maar wel gewoon gedeeltelijk club te scoren. Niet iedereen heeft het naar zijn zin. Balbezit voor Navarone voor. Een goede bekende hier in Arnhem. Bekerwinnaar met Vitesse. Bal. Voorzet en dan staat Breij helemaal vrij. Gaat hij er niet in? Voor Cambuur, hoe is dat toch mogelijk? Van Kaam stond er nog, maar die had niet meer op die bal gerekend. Want Breij had hem zelf gewoon binnen moeten koppen. Helemaal vrij stond hij. Balk geeft die voorzet. Met zoveel tijd moet hij toch tussen de palen. En niet richting Van Kaam die hem dan ook binnen kan koppen. Maar het valt hem minder aan te rekenen dat deze bal er niet in gaat. Colly Perry met de bril. Dat is de nieuwe man bij Vitesse die voor de centen moet gaan zorgen. En die centen heeft hij ook al geïnvesteerd. Zonder dat er dus al zekerheid is vanuit de KNVB dat die overname is goedgekeurd. Maar hij kan niet wachten, want volgend seizoen wacht ook alweer. Dus zijn die miljoenen al beschikbaar gesteld om wel te kunnen bouwen aan een selectie voor het komende jaar. Tikje van voor veel te kort. Snel overname Vitesse. Manhoef, goede paas en dan het schot van Van Ginkel. Eigenlijk de eerste poging van Vitesse in deze wedstrijd. Kozłowski, slim verlengd met het hoofd en vervolgens ook mooi met de hak door Piawek. Voor de goal is Manhoef, moet de bal wel perfect zijn. Dat is een hele mooie aanval geweest van Vitesse, als dat helemaal had geklopt. Bero, een grondgevecht om de bal, gewonnen door bal. Voor. Gemist door Uldrikis. Gemist door iedereen. Dit is Breij. Dan is de controle er niet bij Uldrikis. Dan is dit het tweede moment voor de led. Waar hij veel meer in had gezeten. Van afstand. We hebben dat vaker goed zien gaan. En nu, door het van richting veranderen van dat schot, ging het bijna weer goed voor hem. Vitesse is jarig vandaag. 14 mei 1892 is de oprichtingsdatum. Dus worden er gebakjes uitgedeeld door de jarige Job. Van Wermerskerken met de verre ingooi. Doorgekopt door Isimat Van Kaam. Zo doet Cambuur in het eerste half uur echt niet onder voor Vitesse. Zeker niet wat kansenverhouding betreft. Meulensteen. Bero,
doorgejaagd. Via weg. Uithalen. Hard. Ruim naast. Manhoef. Van Ginkel. Het hele stadion wil dat er geschoten wordt. Nou, Bero doet dat, maar niet met succes. De vangbal voor Scherpen en het laatste fluitsignaal. 0-0. Het fluitconcert zegt genoeg. Flamengo. Kozłowski. Manhoef. Veel Vitesse-spelers voor de goal. Manhoef probeert het zelf. Met al die aansluiting die er is. Frustratie te begrijpen. Van Ginkel, Biawek. Die zag er duidelijk aan af dat ze niet blij waren met de beslissing van Manhoef. Even wat frustratie daar. Bij Karjens Arcus. Boera er niet van gediend. Geel komt er ook voor de Haitiaanse rechtsback van Vitesse. Die daar even zijn frustratie de vrije loop liet. Witek. Arcus. Schiet tegen Balkaan. Kozłowski. Is een poging op doel. Dat is hier in Arnhem sowieso al een zeldzaamheid. Zeker in deze wedstrijd. Zowaar. Redding nodig van Ruiter. Is dat dan het begin van meer? Van Ginkel, ja, het is het begin van meer. Biawek scoort. Vitesse leidt. En zo heeft Cocu gelijk. Het ziet er ook de man van de miljoenen. Eerst die redding van Ruiter. Het eerste schot op doel. Serieus van Vitesse. Gevolgd door deze voorzet van Manhoef. Daar bij de tweede paal, Biawek helemaal vrij laat voor hem daar lopen. Daar staat Vitesse op voorsprong. Tijd en ruimte voor een goede voorzet. En die komt er ook, maar Biawek tikt hem niet binnen. Vitesse dat meer en meer dicteert. Bero is de bal. Maar blijft strijden. Wordt de bal ingeleverd. Meulensteen. Arcus. En Biawek, die zit erin. Is het goede doorjagen van Bero. De hoekmakers in de paniekstand schiet. Meulensteen overneemt. Arcus kan voorgeven. Biawek, goed bekeken, kan binnenschieten. De vraag is of hij hem wel helemaal vol en precies raakt zoals hij wil. Maar hij verdwijnt voor hem perfect. En dus ook voor Vitesse. In het hoekje. Ja, dit ziet er toch wel uit als een bewussing. Zoals een spits het hoort te doen. 2-0 voor Vitesse. Dan moet die degradatie stress er even uit. Bij de kleine. Richting de kleine. Maar die viert het vrolijk mee. Vrije trap voor Bangura. Die... veel pijn heeft en dan gaat er een gele kaart komen voor Arcus. En die kan er dan dus vanaf. Even nam Blank de bedenktijd. Hij leek het in eerste instantie niet te doen. Maar doet het toch. Tweede gele kaart voor Arcus. Dom. Op een moment dat het niet meer hoeft met 2-0 zo instappen, doet Arcus het wel. Van Meulensteen die de bal eigenlijk te ver van zijn voet liet springen. Maar er nu toch van tussen is. En zelf schiet.
hard genoeg. Misschien wel nog een keer. Hij wil het laten aan Tronstad. Had hij beter niet kunnen doen. Op zich stond hij op de goede plek. Oros. De beste fase van Vitesse in de wedstrijd leverde 2 doelpunten op. En de rode kaart van Arcus was het vooral consolideren. En dat lukt. 2 minuten te spelen, prima. Tegen een tandenloos Cambuur. Schmid, dan maar zo. Dat is nog een beste poging. Er vertrekt ook Doku Schmid. De Leeuwarders, zo zijn er een aantal die zich nog graag in de kijker willen spelen. Met het oog op een vervolg in hun carrière. Mahi, en daar bij de eerste paal, moet scherp optreden. Is er toch nog sprake van een soort van slotoffensief? Van de hekkensluiter. Vitesse wint met 2-0 van het al gedegradeerde Cambuur. En zet een reuze stap richting Lijfsbaan. Het kan vanavond het geel-zwart inruilen voor rood. En hopen dat AZ van Emmen wint, want dan is het al zo goed als zeker. Goal.